Hey, ben net gaan lopen. Nu ga ik me even omkleden. Mijn sport-BH uit, mijn looptrui uit, mijn kersttrui terug aan. En dan ga ik aan de slag. En namelijk beginnen aan het zij- of haar-magazine voor januari. Ik weet niet of ik het. Ik weet echt niet of ik het slag krijg in januari. Tegen 12 januari, want dat is echt niet meer lang. Ik ben er echt veel te laat aan begonnen. Of ik heb gewoon een slechte planning gemaakt daarvoor. Maar daar wil ik dus voor aan het werk gaan. In mijn pauze ga ik hier dan wel een beetje mijn huis opruimen, want het is echt een fameuze stap. Bij dit liedje moet ik gewoon heel hard denken aan Just Dance, omdat ik dat altijd danste op Just Dance op de wie. Tijd om pauze te nemen, want ik heb honger. Dus kwart na 12. Net de middag gegeten, nog twee van die chocoladeballen gegeten met Oreo vulling. Die zijn echt heel erg lekker, maar ik mag ze van mijzelf maar één keer of zo op een jaar kopen. Niet elke week alleszins. Want ten eerste probeer ik gezonder te leven. En ten tweede, die zijn eigenlijk wel redelijk duur. En nu ga ik met mijn laptop naar de living verhuizen. Straks kom mijn zus thuis. En daar kijken we nu samen iCarly. En in afwachting daarvan kan ik hier op de tv vlogs van Bon Color kijken. En dat is wel leuk om nog wat vlogmes in te halen. De vlogmes vlogs van Bonnie zijn trouwens de enige die ik echt zo heb gevolgd. De andere ga ik ook allemaal nog kijken. Maar later pas, want als je echt van 5 of 6 verschillende YouTubers elke dag een nieuwe vlog moet kijken, is dat wel moeilijk om bij te houden. En gisteren ben ik met mijn ouders en mijn zus naar de Primark geweest. En ik denk dat ik het voor het eerst ooit geen niks heb gekocht. Ze hadden wel leuke Funko Pops en zo. En dan dacht ik, waarom heb ik dat nodig? En de kleding is nog net te klein voor mij. Net de laatste vlogmas vlog van Bon Color gekeken. Terwijl ik foto's edit. Ik ben nu bezig met foto's van Parijs. Tijdens mijn Eurorail trip. En het leek echt alsof dat Parijs zo super leuk was. En super gezellig. En alsof dat mij niet de grootste moeite kostte om uit mijn bed te raken. En dat is zo grappig. Wat ik zou zelf vergeten hoeveel miserie dat ik daar gehad heb. Door hoe leuk mijn foto's eruit zien. Echt stom. Maar ja, uiteraard heb ik geen foto's getrokken van de overvolle trammen. En de trammen tegen die reden en zo. Het is ook echt wel stom. Ik ben terug van de 12 of zo. En ze zijn nog altijd aan het staken in Parijs. Het is daar 23 of zo. Like. En als je staakt in Parijs, ligt Parijs ook plat gewoon. Dus dat is wel zot. Ze zal zo lang staken. En ik weet nu eigenlijk ook waarvoor dat ze staken. Ze staken voor de pensioen, tegen de pensioenhervorming. En nu vlog ik dit alsof dat jullie al mijn vlogs al gezien hebben, mijn reisvlogs, maar dat is dus nog niet. Want die is nog niet geëdit. Dat wordt nog leuk om die te editen.
Mijn haar is echt een rommeltje op dit moment. Maar er wordt vandaag of morgenochtend gewerkt. En ik moet nog een briefje aftrekken. Yes. Die heeft echt heel weinig blaadjes nog. Gedaan is, is het tijd voor yoga, want gisteren op 26, 25 en 24 december heb ik dat niet kunnen doen. Er is van alles tussen gekomen. Dus vandaag maak ik er tijd voor. Ik was vergeten dat ik alles op mijn bed had gedumpt. Like always. Ik lig lekker in bed met een kruikje aan mijn voeten. Jij. Hard. Nieuw boek op Mary Reader.